Dag allemaal, hier weer Heroïde 16 van Ovidius Paris aan Helena, nu 217 tot 222. We zijn niet net een nieuw gedeelte aanbeland, waar niet meer gepraat wordt over afkomst en dergelijke, maar meer over echte gevoelens van liefde, maar ook jaloezie en wanhoop en dat soort dingen. Het is echt een heel emotioneel geladen stukje. Wat staat er? Ad mihi conspiceris posita vix denique mensa multa quaquae laedant hoc quaquae tempus habet. Eerst, het is belangrijk om te weten wat hier vlak voor is gezegd, is dat Menelaos, die onwaardige, heeft hele nachten lang jou in zijn omhelzing gehad. Ad. Maar, komt er een dikke, dikke vette tegenstelling tussen Menelaos en nu mij, dus Paris. Wat zegt hij? Maar mihi, dativus auctoris hier, dat kan normaal gesproken niet, maar gewoon bij een normale passieve vorm, maar wel in poëzie. Dus, maar door mij word je gezien, ja, wij zouden zeggen ik zie jou, maar word jij gezien. Vix is eigenlijk nauwelijks, maar hier meer in de betekenis iets van pas, hè, maar wij word je pas gezien. Posita denique mensa, een ablativus absolutus. Met een ppp, dus nadat denique eindelijk de mensa, de tafel, posita, neergezet is of gedekt is eigenlijk, hè, wanneer de tafel gedekt is. Dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Mensa ponens, niet zozeer mensa een tafel neerzetten, maar een tafel dekken. Dan pas word je door mij gezien, dan pas zie ik jou. Hè, dus niet de hele nacht en de hele dag enzovoort, wanneer ik maar wil, maar alleen tijdens het gastmaal, wanneer ik word uitgenodigd door mijn gast hier, mijn Laos, aan de tafel. Dan pas dus zie ik jou en zat er et multa quae laedant hoc quoque tempus habet. Dus dit is onderwerp, let op, hoc tempus en deze tijd heeft ook multa, ja, in zelfstandig gebruik, dus veel dingen, onzijdig meervoud, accusativus, veel dingen quae laedant, die kwetsen. En laeder is kwetsen, hier laedant, a, wijst op conjunctivus, hier in achter een qui-vormpje, dat hadden we ook al gezien in 208, dat is een definiërende conjunctivus, die zegt, wat zijn dat nou voor dingen allemaal? Veel dingen die kwetsen, die kunnen kwetsen, zoiets dergelijks is het een beetje. Die kwetsend zijn, dat is misschien nog mooier. En waarom heeft zo'n diner nou zoveel dingen? De hoktempus gaat over de tijd van het diner natuurlijk. Die kunnen kwetsen. Nou, natuurlijk omdat hij als jaloerse minnaar moet toezien hoe Menelaos zijn vrouw de hele tijd omarmt, knuffelt en gezellig met haar doet. Want die zitten tenslotte naast elkaar, gezellig aan tafel. Enzovoort. Hij vond het vreselijk, vindt het vreselijk om dat te moeten aanschouwen, onze Paris. En dan, sterker nog, hij wenst dat ze ergens een fijne nog niet toe. Kijk maar. Hostibus eveniant conviviatalia nostris exterior posito qualia saepe miro. Eveniant, mogen overkomen, zeg maar, uitkomen, gebeuren, in dit geval laten ze overkomen, het conjunctief is presens hier in de hoofdzin, dus dan is het gewoon in dit geval een wens, of eventueel een aansporing, laten overkomen, talia convivia, dergelijke convivia, en convivia is ook een diner, dus laten dergelijke diners, nostris hostibus, onze vijanden overkomen. Onze, als in poëtisch meervoud, in zin van mijn vijanden overkomen. Dus die wens ik mijn vijanden toe. Om daar uitgenodigd te worden aan zo'n diner waar ik moet toezien hoe, nou ja, zo heb ik dat uitgelegd. Qualia, dus dergelijke diners, als zulke diners als talis qualis, talia qualia, onzijdig meervoud hier van talis qualis, betekent zoiets als dergelijke als, zodanige als, zulke als, enzovoort. Dus zoals, of als, ik exterior, experieri, betekent meemaken, denk aan een experiment, hè, daar komt het vandaan. Als ik meemaak, saipe, vaak, als ik vaak meemaak, posito mero, ablativus absolutus. Met de ppp, dus nadat de merum, en merum betekent de wijn, dat is dus zuivere wijn, let op, merus betekent eigenlijk zuiver, merum vinum is dus eigenlijk wat daar bedoeld wordt, zuivere wijn, maar vinum wordt dan er weggelaten, in tegenstelling tot gemengde wijn, hè, wat ze altijd dronken, wijn met water, maar zodra de merum, de wijn op tafel is gezet, dus nadat de wijn neergezet is, dan maak je dus allerlei vreselijke dingen mee, omdat die moet aanschouwen, enzovoort. Hoe Menelaos met Helena loopt te knuffelen.
dat wens je zijn vijanden toe. Painit et hospitii, cum me spectanta lacertos imponit collo rusticus est tuo. Nou, dat gaat hij nog even expliciet maken. Painit et betekent, normaal gesproken met me erbij, betekent het, ik heb spijt van. Painit et me betekent ik heb spijt van. Dat is een beetje anders in het Latijn. Dus, hè, het spijt mij, zo kan je zeggen. Oftewel, ik heb spijt van. Hier is me weggelaten, hoor. Dat is een ellips. Dat is er niet. Het staat gewoon het spijt mij. Ik heb spijt van. En dan genitief erbij van de gastvrije ontvangst. En dat ik gastvrij ontvangen ben hier bij jullie in huis. Met Laos en Helena. Wanneer heeft hij daar spijt van? Cum is de rusticus die. Ja, die boer betekent eigenlijk, hè, roes is een platteland en rusticus is een boers iemand. Niks mis met boeren zou ik zeggen, maar wel natuurlijk in de ogen van Paris, hè, dat verfijnde stadsjongetje. Wat overigens interessant is, want vroeger was hij natuurlijk een herder. Hè, toen hij nog niet bekend was bij zijn ouders dat hij eigenlijk een koningszoon was. Goed, nou, ander verhaal, maar... dat hij dus nu Menelaus uitscheldt voor boer is eigenlijk wel weer grappig in dat opzicht. Dus wanneer die boerse figuur, zijn lacertos, zijn bovennaam, zijn armen, kan je ook gewoon zeggen, accusatief meervoud hier, imponit, plaatst op, met een dativus, op of om eventueel, tuo collo, jouw nek, dativus daarvan. En dan me spectante, ablativus absolutus, met een ppa in dit geval, dus terwijl mij, terwijl ik toekijk. Terwijl ik toekijk, dus ik dat moet zien, als het ware. Dan heb ik spijt van het feit dat ik hier gastvrij ontvangen ben. Dat is eigenlijk wel grappig gevondst, zou je kunnen zeggen, inhoudelijk allemaal dit. Hè, dat hij dus niet blij is met gastvrijheid. En dat is eigenlijk een beetje paradoxaal gegeven. Natuurlijk, waarom zou je daar niet blij mee zijn? Nou, het wordt verklaard uit, je kunt het snappen, hè, dat hij dan natuurlijk gastheren en gastvrouw moet aanschouwen, terwijl hij natuurlijk zelf ontzettend verliefd is op Helena. Maar dat is, het is eigenlijk een beetje paradoxaal. Dus dat is wel leuk gevonden ook weer van Ovidius. Mijn mening. Goed, dan wat voelt hij nog meer behalve, jaloezie en dergelijke. Hè? Hoe kan ik dat nog meer uitdrukken? Hij gaat er nog een stukje over door en dat zien we in het volgende. Tot dan.